De beide teams draaien volledig door. Dit is niet iets wat je thuis moet proberen tijdens het kerstdiner. En we testen hun geheugen terwijl ze koppie ondergaan in de Oost-Australische Golfstroom. Dit is de speciale Disney-aflevering van Jetix Adventure. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Jetix Adventure. En wat voor een, we zijn met de twee teams onderweg naar Disneyland Resort Parijs. Yeah! Dat is natuurlijk helemaal te gek. De teams staan te popelen om de spellen te gaan spelen. Ik stel ze aan je voor. In het rode Adventure Team, de regenboog uit Almere Haven. En in het gele Adventure Team, het joppen uit Nieuw-Vennep. Zijn we, zoals jullie zien, op het Walt Disney Studios Park. Ik kan niet wachten om te gaan beginnen, want de spellen zijn superleuk en ook weer heel erg heftig. Het winnende team speelt het finale spel om de prijzen. En natuurlijk zijn ze gezellig meegekomen. Ik heb het natuurlijk over de teamcaptains Kevin en Wesley. Yeah! Bye bye. Hoe is het? Goed. Hebben jullie er ook zo'n zin in? Gaaf om hier te zijn. Jawel, hè? Ik mag helaas niet meespelen. Ik vind het wel superleuk om hier te zijn. De spellen zijn hartstikke leuk en ook heel spannend en ook heel eng. Zullen we gaan beginnen? Ja, snel doen. We gaan naar het eerste spel. Het eerste spel, de Tower of Terror. Achter dit creepy hotel is dat het vroeger op een avond zou zijn getroffen door de bliksem. En op dat moment werd er een lift vol met mensen naar de Twilight Zone getransporteerd. Jullie gaan die bewuste avond ook meemaken. Heel veel succes en let goed op. Oké, Govi neemt jullie mee. Ga je gang. Kom mee, Rood. Ladies and gentlemen, your rooms are now ready. Level 4, Donald. Please, keep your arms and legs inside the elevator until, maybe, you reach your rooms. Enjoy your stay. De beurt aan groep 2. You and the passengers are all standing on the elevator. About to take the strangest journey of your lives. Ik ga jullie vragen stellen. Weet je het antwoord? Druk je op de hotelbel? Heb je het antwoord goed, krijg je 2 punten. Heb je het antwoord fout, gaat er 1 punt naar het andere team. Weten jullie het niet? Dan is het jammer, dan mogen de volgende 2. Oké, hier komt de eerste vraag. Gelukkig waren jullie niet alleen bij de lift. Er was namelijk een liftboy bij het in- en uitstappen. Hoe heette deze man? Was dat Eugene of Philou? Je mag ook gokken. Jij zegt Eugene en dat is helaas niet goed. Er gaat 1 punt naar Rood. Heel goed, Julian. Oké, volgende 2. De liftdeur gaat een aantal keer open en dicht. Maar hoeveel keer ging die open? 5 keer of 6 keer? Deze. Jij zegt 6 keer en dat is helaas niet goed. Yeah!
tweede keer dat de lift open gaat, draagt een aantal mensen een koffer. Hoeveel mensen zijn dat? 3 of 1? 3. Is helaas niet goed. Je gaat 1 punt naar het gele team. Volgende 2. Wat stond er voor de deuren van de hotelkamers? Schoenen of koffers? Koffers. Is niet goed. 1 punt naar het rode team. Het staat 3-1 voor het rode team. Volgende vraag. Op een gegeven moment kijk je uit over het park. Dan zie je onder andere een paar studio's. Welke kleur heeft studio nummer 3? Blauw of geel? Geel. Geel is helaas niet goed. 1 punt naar het rode team. Volgende 2. De eerste keer dat de lift open gaat, zie je een tafel voor de spiegel. Wat staat er voor jullie uiterst links op die tafel? Wijnglazen of een telefoon? Wijnglazen. Wijnglazen. Is helaas niet goed. Oh, dat betekent 1 punt naar het gele team. Het staat 4-2. Kom maar, Wijn. Als je het volgende antwoord goed hebt, dan komen jullie gelijk te staan. Let goed op. Je ging lekker op en neer in de lift, maar hoe vaak ben je naar beneden gevallen? Was dat 3 keer of 6 keer? 3 keer. 3 keer is helaas niet goed. Yeah! En dat betekent dat de eindstand 5-2 is voor rood. Ja! Yes! 1-0. Het tweede spel. We zijn aangekomen in Radiator Springs. In dit woestijnstadje racen de auto's rond uit de film Cars. En jullie gaan ook een gezellig ritje maken, maar wel met een zak met 4 ballen. Gooi die ballen naar je teamgenoot. Wordt die goed gevangen, dan telt hij. De volgorde van de ballen die goed gevangen zijn, wordt genoteerd. Want dat is dan ook de volgorde van wie er een vraag mag stellen in het Wie is het Disney spel die we daarna gaan spelen. Duidelijk? Ja. Team captains, tijd voor overleg. Heb iemand goed komen deze keer? We hebben 6 goede gooiers nodig, 1 goede vanger en 1 die heel veel af weet van dit. Jappers, jappers, jappers! We zijn de Happy Jappers! Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! We gaan in 3, 2, 1, go! Oké, jongens, rennen. Is dit, hè? Ja, jullie mogen gooien! Ja, een rode gevangen! En nog goed een rode gevangen! Rustig aan! Niet doen, Tim, niet doen! Rustig! Rood, rustig! En nog een rode gevangen! Rood, rustig aan! Alleen als het goed kan! Ja, goed zo! Nee, dat is fout! Geel niet gevangen! Geel gevangen! Niet doen! Rode. Ja, nee, kom op! Ja. Zijn er nog ballen? Kom op! Ja, goed zo, goed zo, goed zo! Ja, goed zo! Ja, ja! Yes! Goed zo! Sita! Ah, dat is jammer zeg! Soraya, kom op hè! 1, 2! Ah! Dit is helemaal... Ah, dat is... Nou, probeer het nog maar even, maar er geeft niks! Erwin! Ja? Wat team van jou rijdt over mijn ballen! Ja, en terecht! Toch niet! Jongens, gooi die bal! Draaien, draaien, draaien! En de laatste bal! Wacht, alleen zeker weten! Nee, helaas! Dat waren alle ballen! We gaan even naar de volgorde kijken! Jullie hebben het goed gedaan, jullie hebben allebei 7 ballen goed gevangen. Maar in deze volgorde, we beginnen met rood. Tessa, stel je vraag maar. Staat er op de foto een vrouw? Ja, op de foto staat een vrouw. Ja, Tessa? De tweede bal was gevangen, ook door rood, dus je mag nog een vraag stellen. Staan ze met z'n tweeën op een foto? Staan ze met z'n tweeën op een foto? Nee. Nee. Nou, dat is een goede vraag. Ik hou mijn glas. Gaat goed, hè, rood? Geef er even een applaus. Geef er even een applaus. Ja. Oké, de derde bal is gevangen door geel. Okay. Julian,
Je mag een vraag stellen. Is hij voor jou een man? Is hij een man? Nee. Nee. Het is geen man. Je hoeft het niet helpen, hè? Nee, maar dit is niet helpen. Nee. Maar als het geen man is en je duurt dan alle... Hey. Geen man. Als je een goede vraag hebt. Geen man. Dat is goed opletten. Gemeen. Oké, was je zover? Ja. Oké, dan vragen jullie af wie de volgende vraag mag stellen. En dan zien jullie weer. Julian, je volgende vraag. Heeft hij voor jou blauwe ogen? Geen blauwe ogen. Geen blauwe ogen. Oh. Ja, lol hebben we ook nog, ja. Nou ja, dat kan gebeuren. Oh, wacht even. Oh, dat is over een beetje goed kijken. Dat is verraderlijk, hè? Ja, telt Mauritius blauw ook? Ja, was je zover? De volgende bal is wederom gevangen door geel. Wederom klinkt goed. Wederom klinkt altijd heel goed. Ja. Ja. Nog even, zijn er voor jou met z'n tweeën op de foto? Met z'n tweeën op de foto? Nee. Ja, doen we. Kijk, het gaat goed hier. Oké, was je zover? Ja. Gaan we naar rood. Tessa, stel je vraag maar. Heeft ze op de foto iets in haar haar? Iets in haar haar, jazeker. Het is lekker lekker deze, ik kom wel wat fijn met haar. Dit is een goede vraag. Ja, was je al zover? Even geen wederom nu. Oké, dan ga ik even kijken wie de volgende bal heeft gevangen. En dat is geel, Julian. Heeft hij iets op zijn hoofd? Iets op zijn hoofd. Ja. Ze heeft iets op haar hoofd. Dat op haar ook? Oké, Tessa, dan mag jij weer. Heeft ze op de foto bruine ogen? Bruine ogen, nee. Oeh, dit wordt heel spannend. Het wordt nu echt spannend. Jullie hebben allebei nog twee plaatjes omhoog staan. Het is natuurlijk de vraag, voor wie is de beurt? Ik kan je zeggen, je kan ook gokken. De beurt is voor rood. Als je goed gokt, dan hebben jullie dit spel gewonnen. Ja, het is een gok. Is het Esmeralda? Het is Esmeralda! Of niet? Ja! Oké, het volgende spel. Jullie mogen hier in het decor van de echte stuntshow je eigen stunt gaan doen. En Fabian, hi Fabian, gaat het even demonstreren. Oké, good luck. Even de bril op voor de veiligheid. Oeh! Nou, dat gaat niet helemaal zoals het hoort, maar dit, kijk, 1, 2, 3... Het voorwerp hebben jullie nog op de tafel staan, dus dat betekent 3 punten. En zo gaan jullie allemaal dit doen. Snap je het? Ik snap het. Thank you. Very good. Oké, we gaan beginnen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Zet jullie bril maar op. Het staat 2-0 voor jou, Kevin. Dat betekent dat we beginnen met jouw team. En dan ben jij. Ben je er klaar voor, Julian? Ja. Dan zeg ik in 3, 2, 1, ga je gang! Woehoe! Even wachten, even goed gedaan! We gaan de
Dingen even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Succes. 3, 2, 1. Ga je gang. Oh. Ja. We gaan ze tellen. Goed gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. 3, 2, 1. Ga je gang. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In totaal staan er 12 producten op, dus dat is heel goed gedaan. Dat is in totaal 18 punten voor geel. Ga je gang. Oei, 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 oei. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, ga je gang. Alles eraf. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat is heel goed gedaan. Ga je gang, hard trekken. Oké, okay, ga je gang. Zoe! Zoe! Ja! Wow, hoe deed je dat? Alles voor de bal. Alles voor de 12. Ja! Oh! 11! 11! 11 punten erbij, hoor. 11 punten erbij. Ga je... Oh, wil je nog wat zeggen? Ja, wat zeg ik? Dit is helemaal niet goed, hè? We hadden even netjes zitten allemaal. Ja, nu zit het goed. Oké, ga je gang! Checken. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, goed gedaan. Favor, ga je gang. Ja, hoor, min 2 is 10. Even checken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hartstikke goed gedaan. En we gaan even naar een tussenstand. Het staat 46,50 voor geel. Hartstikke goed. Ben je er klaar voor? Ja, dank je. Heel veel succes. Twee spullen gevallen. Twee spullen gevallen is 10 punten erbij. Ja, ga maar. Snel, hè? Twee. Dat is 10 punten erbij. Okay. Ga je maar. Twee. Oh, 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 nee. Ja, 5. 3, 4, 5. Inderdaad, 5 punten erbij. Dan ga je. Oh. Zeven punten erbij. Het staat 64,72 voor geel. Betekent dus rood. Hoeveel moet er dan bij? 9 spulletjes. Wat is nog? Oh, de druk wordt wel op je gelegd, hè? Ja. Even adem in. Maar gaat het goed komen? Doe je neus inademen. Spannen. En uit. Klaar voor? Oké, ik ga. 7. Dus dat betekent? Dat jullie eerst betekent dat geel heeft gewonnen! En we gaan naar het allesbeslissende spel van deze Jetix Adventure. Ik trok en ik dacht echt van oké, dit is echt te weinig. Maar toen waren ze al gevallen en toen mocht je niet nog een keer. Het allesbeslissende spel heeft te maken met Crush. De schildpad uit de film Nemo neemt je mee op reis onder water. Voordat 4 van jullie in deze te gekke achtbaan gaan, krijgen jullie de tijd om deze tafel met spullen goed te bekijken. Na de rit komen jullie terug en moeten jullie zoveel mogelijk van die spullen opnoemen. Het team met de meeste goede voorwerpen wint deze aflevering van Jetix Adventure. Volgens mij is het even tijd voor overleg, dus 4 van elk team. Ja? Ja. Oké. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen een deel van de tafel gaat onthouden. Ja. Nou, wat handig is, is dat je een zin maakt van de voorwerpen die op de tafel liggen. Ja! Yeah! Oké, het is 2-1 voor Kevin. Dat betekent dat we gaan beginnen met jullie. Welke 4 gaan ik doen? Ik stuur jullie alvast even weg, anders kunnen jullie natuurlijk naar alle voorwerpen kijken. Oké, concentreren. Jullie krijgen 1 minuut de tijd. Ik ga jullie meenemen. Kom mee. We gaan in de crush. Oké, jongens, het is die kant op. Heel veel succes. Ja.
Oké, jullie hebben vandaag één spel gewonnen. Dat betekent een voordeel van nog één voorwerp en dat is de skippybal. Volgende. Goed. Botels. Goed. Pion. Sorry? Pion. Ja. Pennen. Nee. Oh, stiften waren het. Stiften is goed. Rekening goed. Wekker. En wekker is goed. Fotolijstje. Fotolijstje goed. Ja. Sleutelhanger. Ja, goed. Jas. Een jas is goed. Inter. Ja. Beker. Ja. Tas. Ja. Net. Een vis heet net. Ja. Gitaar. Is goed. Jas. Is al gezegd. Pas. Riem. Een riem? Nee, geen riem. Krokodil. 4. Krokodil is goed. 3, 2, 1. Gieten. Stop de tijd. Gieten, reken ik goed, die was nog net binnen de tijd. Dat betekent 16 spullen goed. En dat vind ik heel erg goed gedaan. Applaus voor jezelf. Echt hartstikke goed gedaan. We gaan naar het rode team. Oké, het gele team heeft het heel goed gedaan. Dus doe je best. Goed kijken, concentreer je. Vier, drie, twee, één. Kom mee! Ren achter maar. Die kant op. Onthoud ze goed. Heel veel succes! Oké, jullie zijn weer terug. Jullie krijgen een voordeel van twee voorwerpen. Dat is de skippybal en het rendier. De tijd gaat lopen. Zeg het maar. Goed. 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 Foto van Sita. Goed. Stiften. Goed. Regenpak. Ja. Beker. Ja. Kettingstas. Ja. Muts. Nee, pas. Muts heb ik niet gezien. Pas, pas. Jij bent. Muts is wel goed, sorry. Jij bent. Jij past. Ja. Tess. Pas. Schildpad. Gitaar. Is al gezegd. Papegaai. Goed. Krokodilletje. Goed. Pas. 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 Ga door. Is al gezegd? WC-bril is goed. Laars. Laars is goed. Is ook al gezegd. Is al gezegd. WC-rol. Is gezegd. Bril? Nee, rol. Goed, goed, goed. Ja. Verrekijker. Verrekijker is goed. 5. 4. 3. Duikbril is goed. 2. 1. Stop de tijd. Oké, gele team, kom erbij. Jullie hadden er in totaal 16 goed, het rode team 19. Ja! Ik weet het niet meer. Maar vonden jullie het wel leuk om mee te doen? Ja. Ja, jullie gaan niet met lege handen naar huis. Jullie krijgen een te gek spellenpakket. Een spellenpakket van hem mee. Laat zien dat je blij bent. En de winnaars van deze aflevering van Jetix Adventures zijn de kids van de regenboog uit Almere Haven. We spelen met die code bestaat uit een volgorde van 6 verschillende kleuren. Ik heb de code hier in mijn hand. Kraak die code binnen een minuut. Valt de bal op de grond of kies je een foute kleur, dan begin je weer bij de eerste goede kleur. Snap je het? Ja. Ben je er klaar voor? Jij ook? Dan gaat de tijd lopen in 3, 2, 1. Heel veel succes. Fout. Goed, wissel. Oké, jongens, als de eerste klopt, dan gaan we. Fout! Terug een lijn. Oké, heel goed. Ja, goed, wissel! Oké, dan. Hartstikke goed. Snel pakken! Terug naar het begin. Pak hem, Tim, pak hem! Terug naar het begin. Oké, volgende kleur. Fout! Kom op. 2. Volgende kleur. Is goed! Heel goed! Wissel! En je mag door. Rood is goed, je mag door. Jongens, wat een snelheid. Geel is goed, je mag door.
Nou, wisselen. En terug. Hierin, de wit. De wit. De wit. De wit gooien. En terug. Ja. Ja. Binnenkort komt hij in de bioscoop. Jullie gaan met z'n allen naar de film High School Musical 3. Yeah! Yeah! Jullie krijgen allemaal de Disney-versie van Wie is er? Yeah! Jullie krijgen allemaal een super stoere spijkerbroek van Fangino. Yeah! Allemaal, hè? Jullie gaan nooit meer de tijd vergeten, want jullie krijgen allemaal een heel mooi horloge van Prisma. Dat wordt een heel gezellig dagje. Jullie gaan met z'n allen op schoolreisje naar de dierentuin in Amersfoort. Met jou en de laatste koffer. Jullie krijgen allemaal de DVD van de nieuwe film Wall-E. Plezier met jullie prijzen. Jullie kunnen gaan kijken naar Phineas en Ferb. En wij blijven nog een weekje in Parijs, want volgende week is er weer een nieuwe aflevering vanuit Disneyland Resort Parijs. Kun je er geen genoeg van krijgen? Ga dan even naar de site jetix.nl/adventure, want daar kan je alle afleveringen terugzien. En vanmiddag is er ook nog een special rondom de film High School Musical 3. Hey, Stitch! Nou, wat leuk! Want Wesley, ik heb gehoord van Stitch dat jij het hele park eventjes moet aanvegen. Het hele park? Ik wens je heel veel succes en ik zie jullie volgende week. Doei doei! Dat is groot. Bye Stitch! Bye, thank you! Het hele park gaf was maar beginnen. Beginnen was waar. Ja, dan zien we jou later. Doei doei! Jij hebt wel geluk gehad. Wat een ellende, hè? Het hele park. Hele park. Weet je nou wat het ergste is? Dat Kevin nou eindelijk een keer de vloer met mij heeft aangelegd. Dat vind ik nog het ergste. En dan kan ik hier het hele park gaan doen. Nou, ik hoop dat ik er volgende week gewoon weer bij ben. Ik denk niet dat ik klaar ben. Koeken? Ja, oké. Ik weet het wel. Nieuw bij Jetix. Todd en Riley waren niet.